Hemme kwam vorig seizoen slechts tot 4 invalbeurten. En na het vertrek van spits Tom van Weert is hij tot nu toe slechts de enige spits in de selectie. Maar tijdens de voorbereiding heeft hij de nieuwe trainer Mitchell van der Graag ook niet weten te overtuigen dat hij de goals er dit jaar in gaat schieten. Als nieuwe centrumspits heeft Excelsior nog steeds de graafschapsspeler Vincent Vermeij op het oog. Maar Excelsior wil en kan de hoge transfersom die de graafschap vraagt vooralsnog niet betalen.